Goedemiddag, dames en heren. Vanmiddag zal ik hier op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk een presentatie houden over mijn zojuist verschenen boek. Wat een lange titel heeft, namelijk Van remedien tegen de ziekte onder de paarden en hoornbeesten tot veterinary dermocosmetics. Mijn naam is Erik-Jan Tjalsma, ik ben dierenarts van beroep en ik ben afgestudeerd in 84. En sinds 87 ben ik gezelschapsdierenpracticus. En sindsdien die tijd ook heb ik me toegelegd op de veterinaire dermatologie. En heb daarvoor in 99 een part 1 Europees examen gedaan. In de vrije tijd ben ik bezig met veterinaire geschiedenis en recreatieve paardensport. Dat heet onder het zadel, maar je zit erop. En aangespannen, dan zit je erachter. Ik ben kleinzoon van, dat is ook relevant in het kader van de presentatie van dit boek. Ik ben kleinzoon van een dierenarts, Luiter Piet de Vries, die afstudeerde in Utrecht in 1922. En ik ben nu werkzaam bij de dierenkliniek in Emmeloord. En ik zie patiënten in Emmeloord, Drachten en hier op Urk. Dus ik ben een beetje een thuiswedstrijd aan het spelen. Het boek. Het boek gaat over boeken. Boeken uit het verleden van de dierenarts. En ze laten de literatuur zien waardoor de dierenarts dierenarts is geworden. En de ondertitel van dit boek luidt dan ook een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst aan de hand van 130 boeken uit mijn eigen boekenkast. Het is dus eigenlijk een soort persoonlijke bibliografische kanon. Het boek is ingedeeld in een zestal hoofdstukken met een addendum. En ik zal even heel kort er doorheen lopen. Eerst de pre-wetenschappelijke tijd van de diergeneeskunde in Nederland. Daarna in het buitenland de aanloop naar de diergeneeskunde via de rijkunst. En wat de sport van Ankie van Gunsven nu met de dierenartsen te maken heeft, dat zal ik u zo uitleggen. De pre-wetenschappelijke tijd van de diergeneeskunde buiten Nederland, vooral in Frankrijk. En hoofdstuk 4 gaat over de verwetenschappelijking en professionalisering van de diergeneeskunde in Nederland. Kortom de Veerd Snijschool en de student daarvan. En daarna krijg je de differentiatie binnen de diergeneeskunde naar diersoort. En dan ga ik meer in op de geschiedenis van de geneeskunde van hond en kat. En als laatste hoofdstuk de specialisatie van de diergeneeskunde naar orgaanspecialisatie. En daar neem ik de dermatologie als voorbeeld. Hoofdstuk 1. In de 18e eeuw werden de Nederlanden geteisterd door veel besmettelijke dierziekten. En de overheden wisten eigenlijk geen raad daarmee en vaardigden allerlei decreten en plakkaten uit om die ziekte tot stand te brengen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat de overheid nu doet met corona. Alleen toen wisten ze natuurlijk nog niet wat de oorzaak was van al die ziektes. Het eerste boek is dan ook een klein plakkaatje uit van de staten van Groningen, van Stad en Ommelanden, waarin bepaalde maatregelen werden aangekondigd om die ziekte te bestrijden. Er waren in de 17e en 18e eeuw nog heel weinig schrijvers over diergeneeskunde in Nederland. En een van de belangrijkste is, de meest authentieke, is Pieter van Koer, een hoefsmid uit de 17e eeuw, hoefsmid in Den Haag. En hij schreef een heel populair boekje over ziekte bij paarden, ossen en koebeesten. En dat boekje beleefde in totaal 12 drukken, waarvan hier de laatste druk uit 1822. Zoals ik al zei, de overheden wisten eigenlijk geen raad met die veeziektes. En in de 18e eeuw waren er drie grote veepestepidemieën in Nederland. En toen werden de hoogleraar aan de universiteiten, met name die van Leiden, Utrecht en Groningen, werden benaderd om een oplossing te vinden voor die veepestepidemieën. En Petrus Kamper in Groningen, die had ervaring met de inoculatie bij kinderen van pokken. En die is experimenten gaan doen met het inoculeren van vee, om zodoende misschien tot een bestrijding daarvan te komen. Hij deed dat samen met Wouter van Doeveren. Maar zij waren zeker niet de eerste die dat deden. Zo in de jaren 1752 waren twee dominees hem voorgegaan. Cornelis
Nozeman en Ilke Alta in Friesland. En die hadden al vee geïnoculeerd, maar met matig resultaat. Ook de resultaten van Peters Kamper waren niet zo goed. En de veeboer die de kalveren leverde aan Kamper, Geert Reinders, die is eigenlijk later doorgegaan met dat inoculeren. En die kreeg best wel goede resultaten. Om twee redenen, hij vaccineerde de kalveren, die al een maternale immuniteit hadden, een moederimmuniteit. En hij was ook op de neergaande golf bezig, zoals we allemaal kennen nu uit de coronatijd. Dus die veepestepidemie die dimde al een beetje uit. Uiteindelijk waren die veepestepidemieën de aanleiding tot het oprichten van een veeartsenijschool in het begin van de 19e eeuw. Daar kom ik zo in een ander hoofdstuk op terug. Dan gaan we naar het buitenland, de aanloop van de diergeneeskunde via de rijkunst. En dan gaan we even heel ver terug in de geschiedenis. Xenophon was eigenlijk de eerste in de westerse wereld die over de rijkunst schreef. Hij schreef daarover voor de ter bate van de Atheense ruiterij. Het ging dus met name over hoe je paard moest rijden in die tijd en hoe je paarden moest verzorgen. Hij schreef letterlijk over één ziekte maar, de gerstziekte. Maar daarna is er eigenlijk eeuwenlang niet over de rijkunst geschreven, tot in de Renaissance. Toen ontstonden er allerlei rijscholen in Italië met name, waarbij de rijmeesters ook boeken schreven. En Grisone was een van de eerste die toen weer over de rijkunst schreef. En een leerling van hem, Antoine de Pluvinel, een Fransman, die nam de rijkunst mee naar Frankrijk. En daar ontwikkelde die rijkunst zich verder. De Pluvinel schreef een heel mooi boek in twee talen over die rijkunst, zoals u hier ziet, met mooie afbeeldingen. Daarna kwam François de la Guérinière, die wordt tegenwoordig beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse rijkunst, wat we dan de klassieke rijkunst noemen. Paardvriendelijker, hij schreef het boek École de la Cavalerie. Hij was een écuyer du roi, dus een stalmeester van de koning, Lodewijk de XV, bij de grote koninklijke stallen. En in feite is zijn functie te vergelijken met de stalmeester van de koninklijke staldepartement in Den Haag. En de titel van die stalmeester in Den Haag, Bert Wassenaar, is dan ook in het Engels Crown Equerry. Daar zien we het woord écuyer weer in terug. Een andere écuyer in die tijd was Gaspard de Saunier. Schreef een heel mooi groot boek in folioformaat, eenmalig uitgegeven in Den Haag. La Parfaite Connaissance des Chevaux. Dat ging al veel meer over diergeneeskunde, over paardengeneeskunde. De Saunier was 30 jaar lang rijmeester aan de Rijksuniversiteit Manege in Leiden. En daarna kwamen eigenlijk steeds meer mensen die schreven over paardengeneeskunde. En bijvoorbeeld de Solicel, Jacques de Solicel, schreef voorna een boek dat eigenlijk alleen maar ging over de paardengeneeskunde. Dus de écuyers die benaderden de paardengeneeskunde, maar ook de hoefsmeden. En het Frans woord voor hoefsmeden is maréchal ferrant. En dat waren eigenlijk meer de snijders. En die naderden het eigenlijk vanuit het praktische oogpunt. François de Garceau was iemand die zelf zijn afbeeldingen maakte in zijn boek. En rechtsonder ziet u het foutenpaard. Er zijn allerlei afwijkingen in het exterieur getekend door Garceau. In één afbeelding weergegeven. En dan de belangrijkste, of belangrijke in de geschiedenis van de diergeneeskunde, Claude Bourgelat. Van oorsprong advocaat, maar hij werd al vrij snel stalmeester aan de Manège Royale de Lyon. Schreef toen in 1750 een belangrijk boek, de Element Dipiatrique. En daarmee schreef hij zich in de kijker van de overheden. En kreeg hij het voor elkaar om in Lyon de eerste veeartsenijschool in de wereld op te richten. Van die rijschool is niets meer over. Maar wel van de rijschool, of van, sorry, van die school, veeartsenijschool is niets meer over, maar wel van de veeartsenijschool in Parijs, die hij 3 jaar later opricht in 1765 in Alfort, Maison Alfort. En daar ziet u hier de toegangspoort en de stallen en het amfitheater is nog allemaal in authentieke stijl
aanwezig. Hij schreef ook boeken voor de studenten over exterieur en over anatomie. Kortom, hij werd de grondlegger voor het veterinair onderwijs in de wereld. En dit tabelletje, wat niet opgenomen is in het boek, maar het geeft wel even mooi weer de splitsing van de literatuur tussen de veterinaire geneeskunde en de rijkunst. Vooral in de tweede helft van de 18e eeuw werden die boeken eigenlijk steeds specifieker. Dan kom ik weer terug tot de situatie in Nederland. Ik noemde net al dat de veepest de aanleiding was voor het oprichten van de veeartsenijschool in Nederland. Daar moest natuurlijk kundige leraren voor gezocht worden. En Alexander Numan was een arts in Hogezand. En die trok zich het lot van zieke dieren aan in zijn praktijk. En hij vertaalde een Duits boek van Rolwes, via Arzneiboek, naar het Nederlands. En dat werd het Handboek der Genees- en Verloskunde van het Vee. Dat kwam uit in 1819 en daarmee werd hij eigenlijk deskundig en werd zodanig op die manier aangetrokken tot de veeartsenijschool. En werd daar de tweede directeur in Utrecht aan die school. En hij werd de grondlegger in Nederland van, van het veterinair onderwijs. Die hele school was in het begin nog niet zo succesvol. Er waren weinig leerlingen, in 1850 zelfs nul nieuwkomende leerlingen. Ze hadden weinig status, ze werden door de boeren met de rug aangekeken, want de empiristen hadden eigenlijk veel meer gezag bij de boeren dan de net afgestudeerde veeartsen. Maar goed, in de loop van de 19e eeuw werd dat eigenlijk steeds beter en kregen ze ook steeds meer literatuur op de school, eerst Franstalig en later Duitsstalig. Begin van de 20e eeuw, sorry, in 1918 werd de veeartsenijschool veeartsenijkundige hogeschool. En mijn grootvader is in 1917 aangekomen. En ik heb vrij veel studieboeken van hem kunnen gebruiken als voorbeeld van de literatuur in die tijd. Ook de veterinaire almanakken, van het veterinair studentenkoor Absirtus, waar hij 2 jaar lang rector van was, zijn in het boek opgenomen. En rechts ziet u een foto van op latere leeftijd van Luiter Pieter de Vries met de schrijver. Dan ga ik door naar de differentiatie naar diersoorten, dus de geneeskunde van de hond. Die ontwikkelde zich eigenlijk na 1911, toen er een hoogleraar kwam voor de geneeskunde van honden. En die kwam eigenlijk pas in een grote stroomversnelling na de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk bij de Romeinen en de Grieken werd al over hondenziekten geschreven en ook over kinologie, dus hondenrassen. En wijlen collega Robert van der Molen heeft daar een heel mooi boek over geschreven met de originele Latijnse en Griekse teksten met zijn vertalingen erbij. In Engeland, het hondenland bij uitstek, werd al in 1570 een boek door Johannes Caius geschreven in het Latijn over honden, wat vrij snel vertaald werd in het Engels. In Frankrijk gingen ze wat anders met honden om. Werd in 1728 kwam daar een boekje uit over de anatomie van honden en de mens. Dus daar werd de anatomie van de hond vergeleken met die van de mens. In dit boekje komen helemaal geen afbeeldingen voor. Het is vrij bijzonder voor een anatomieboek. En dan komt in 1817 de Engelsman Blaine met eigenlijk het eerste boek over hondenziekten. Blaine was eigenlijk een self-made dierenarts. Hij was niet gekwalificeerd. Hij had wel even kort gewerkt op de Royal Veterinary College in Londen. Maar kreeg ruzie met de directeur en ging zijn eigen weg. En hij had een bloeiende praktijk in Oxford Street in Londen. Maar hij was geen officiële dierenarts. En hij schreef wel hele goede boeken over de geneeskunde van de hond. En hij behoorde tot de contagionisten. In tegenstelling tot de leraren aan de school in Londen. Die nog steeds in het spontane ontstaan van ziekte geloofden.
En dan ontwikkelt die geneeskunde van de hond zich verder. In Duitsland was eigenlijk Hertwig de eerste die van de Universiteit van Berlijn die wetenschappelijk boek schreef over de geneeskunde van de hond. En later kreeg je Mayo in Engeland en Mignet in Frankrijk. Mignet was een parasitoloog, dierenarts en ook schreef boeken over de kinologie. In Nederland kreeg je voor het eerst wat Nederlandstalige boeken over hondenziekten. Vertalingjes van John Kleter en De Hondenvriend, een vertaling uit het Duits. En een bijzondere plaats heeft de veearts Willem Stuve in Amsterdam. Hij maakte al in 1897 een aparte atlas over honden. Stuve was ook paardendierenarts voor de paardenomnibus maatschappij in Amsterdam, die ongeveer 700 paarden had. En hij had ook nog een praktijk aan de rand van Amsterdam met vee. Dus hij was echt nog wel allround. Maar hij had ook een kliniek aan huis voor de behandeling van honden. En dat was eigenlijk een kliniek avant la lettre. Zo ziet dat eruit in mijn boek. Dus van elk boek heb ik de voorkant, daar heb ik een afbeelding van. En een belangrijke bladzijde uit dat boek. Zoals hier ook uit die atlas zie je de beweegbare plaat van een hondenanatomie. Dan de kat. De geschiedenis van de geneeskunde van de kat, dat is nu van veel jongere datum. Het begint eigenlijk pas in de 20e eeuw. Maar al heel vroeg in Frankrijk werd er een heel bijzonder boek uitgegeven, waarschijnlijk geschreven door de naturalist Buchot. En dat is het boek Links. Daarin worden 12 dieren beschreven. Letterlijk die fungeren tot amusement van de mens. En die dieren zijn de aap, de hond, de kat en de eekhoorn. En 8 vogelsoorten. En er wordt niet alleen de ziektes beschreven van die dieren, maar ook hoe je ze tot nut kan maken voor het gebruik van de mens. Dus voor een zalfje van de mens kan je een kat in heet water gooien en daarmee een zalfje maken. Dat allemaal in één boek. De echte geneeskunde van de kat begint in Engelstalig deel van de wereld. Wordt geschreven door de Honorable Lady Cust. Een boek over kattenziekten. Een heel dun boekje. Zij is de grootmoeder van de allereerste Engelse vrouwelijke dierenarts. Aline Cust. En later komen dan ook Duitsstalige en Franstalige boekjes op de markt over de kattenziekte, al in de eind 19e eeuw. En dan tot slot, het laatste hoofdstuk gaat over de specialisatie. In Nederland is die specialisatie naar orgaansoort, met name in de gezelschapsdierenpraktijk. Die is ontstaan in de 80e jaren van de vorige eeuw. En vanaf de 90e jaren zijn die specialisaties Europees georganiseerd. Dus tegenwoordig, zoals je specialist wil worden, moet je een Europees examen doen. En dan word je lid van een European College. Er bestaan geen nationale specialismen meer. Een heel vroeg boekje, kijk, de dermatologie heb ik gekozen omdat dat mijn stokpaardje is. Daar doe ik veel meer in de praktijk. En een van de eerste, dit is natuurlijk een orgaan wat natuurlijk al heel lang in beeld is en waar al aandacht aan besteed is. Schurft bij dieren komt al heel lang voor. En de tweede directeur van de veeartsenijschool in Parijs, Philibert, die schreef al een boekje over de schurft en huidaandoening bij dieren in 1783. Het eerste Nederlandstalige boekje over huidaandoeningen was eigenlijk Schurft bij schapen, een vertaling uit het Duits. Dat werd geschreven door een practicus uit Middelburg en niet door iemand van de veeartsenijschool. En dan komt in 1903 het eerste grote handboek voor huidkrankheid en voor huidziektes, geschreven door een Weense hoogleraar aan de Universiteit van Wenen. Faculteit diergeneeskunde die heel veel patiënten tot zijn beschikking had en een boek geschreven over huidziektes bij alle huisdierensoorten. Een leerling van hem, Kral, die emigreerde naar Amerika en heeft daar de veterinaire dermatologie op de kaart gezet. En toen verschenen de handboeken zoals die in de eind vorige eeuw
gebruikt werden en waarbij iedereen zijn informatie kon opzoeken. Ten slotte het laatste boek, nummer 130 van, uit mijn boek. Dat is een boek wat weergeeft hoe de moderne dermatologie eraan toe is. En dat heet dan ook Handbook of Veterinary Dermocosmetics. En dan denk je, cosmetica, wat heeft dat met dieren te maken? Maar dat gaat om de uitwendige behandeling van hondenziekte, van huidziekte bij honden. Omdat we steeds minder antibiotica moeten gebruiken of willen gebruiken vanwege resistentieproblematiek, gaan we ons toevlucht zoeken tot de uitwendige behandeling van bepaalde huidaandoeningen. Dus we gaan steeds meer shampoos, moesters, crèmes, zalfjes, etc. gebruiken. Om maar te voorkomen dat we systemisch, dus antibiotica van binnenuit moeten gebruiken. Dus dat is eigenlijk de laatste ontwikkeling in de diergeneeskunde wat betreft de dermatologie. Dat zijn de boeken die in mijn boek staan. Als addendum heb ik nog een heel stel boeken genoemd, literatuur genoemd, waarbij men verder kan onderzoek doen. En nog wat nuttige adressen over veterinaire musea, et cetera. En dan is het blijkbaar op een gegeven moment zo bijzonder dat een dierenarts een boek schrijft, dat je daar de voorpagina van de plaatselijke krant mee haalt. De boeken zijn te koop, het liefst in de plaatselijke boekwinkel. Het boek kost €34,95, is uitgegeven door uitgeverij Libre in Leeuwarden. En voordat ik u dank voor de aandacht, wil ik graag het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland hartelijk danken voor de mogelijkheid om hier de boekpresentatie te houden. En tenslotte het Rosemont Fonds van het Veterinair Historisch Genootschap, die het boek mede mogelijk heeft gemaakt. Hartelijk dank.